Blokkie Gamers, welkom al bij een gloednieuwe aflevering van Farming Simulator 17 Ringelbach. Allereerst wil ik mijn excuses aanbieden, jongens, want de vorige aflevering was natuurlijk behoorlijk gekut met de zaaimachine. Maar wat was het probleem? Ik had de zaadtank niet aan de fronthef. Daarom deed hij het niet. Ik dacht namelijk dat het rondje waar al die slangen inlopen, dat daar het zaad in hoort. Maar dat was dus niet zo. Ik moest de zaadtank moest ik ervoor doen. Dus ja, dat was een beetje een hele stomme fout van mij, maar ik wil jullie allemaal heel erg bedanken dat jullie dat toch voor mij hebben verteld. Dat jullie mij daarmee hebben geholpen. Ontzettend bedankt daarvoor. Dit veld is nou met gras, want ik heb het allemaal eventjes doorgespoeld, want het was avond. Dus wat wij gaan doen is, als het goed is, hebben wij een maiszaaier. Dus dan kunnen wij mais gaan zaaien. Zodat we binnenkort mais kunnen hakselen. Want dit is volgens mij aflevering 18. Zo, ik ga even kijken. Dit is aflevering Ringelbach. Aflevering 15 is dit. Oh, dat hebben we nog wel eventjes. Dit is aflevering 15. Dus we hebben nog wel eventjes. En natuurlijk ons bos. Kunnen we straks ook wel eventjes gaan kijken hoe het daarmee is. Dat is ook wel leuk. Maar volgens mij hadden we veld 5 hadden we ingeplant met bompies. Dus dan gaan we zo meteen eventjes kijken. De bijen zijn ook lekker bezig. Oh. Oh. Sorry. Ik moet weer eventjes aan wennen. Want ik heb al een tijdje niet meer opgenomen. Hey! Die vent die nam me meer. Het enige wanneer ik opneem, jongens, is zondag en maandag. De andere dagen doe ik dat niet, want ik heb gewoon geen tijd voor omdat ik moet werken. Dus dan moet ik allemaal weer eventjes een beetje aan wennen. En dat dan een week geleden is dat ik heb opgenomen, dus dan moet ik daar een beetje aan wennen, hè. Dus. Maar de Dirts die is op veld 1 bezig met cultiverens, omdat dat natuurlijk moet, zodat we daar binnenkort mais in kunnen zaaien. Waar we de zaaimachine gaan neerzetten, ik denk gewoon hier. Zo. Niet ergens tegenaan knallen. Ja, hier kan hij mooi staan. Oké, wat we wel eventjes kunnen doen is eventjes naar veld 5 gaan rijden. Om te kijken hoe het daar is met onze bompies. Maar volgens mij was het veld 8 of zo. Welk veld hadden we ingeplant met bomen? Ik weet het niet meer. Was het deze kant of was het juist de andere kant? Ja, veld 5. Dat is de andere kant op. Foutje. Ik wil zeggen, volgens mij was het veld 5. Maar ik dacht dat veld 5 hier zat. Maar dit is niet zo. Dus we gaan eens eventjes kijken. Of het bos al een klein beetje groeit. Het zal wel mooi zijn. Want zodra, als je de bomen hebt geplant, dat duurt een eeuwigheid totdat ze pas gegroeid zijn namelijk. Dus het duurt echt heel lang. Als ze gegroeid zijn, dan zouden we ze vanaf hier al moeten kunnen zien eigenlijk. Hier is veld 5. Kijk, zoals je ziet, de bompjes zijn al lang niet gegroeid. Volgens mij zijn ze wel iets groter. Want volgens mij beginnen ze niet zo groot. Of heb ik dat verkeerd? Volgens mij zijn ze wel iets gegroeid. Maar dat duurt nog wel eventjes. Kijk, want deze is kleiner dan die. Of zie ik dat verkeerd? Ik had het ook helemaal verkeerd zien hoor, weet ik veel. Ja goed, maakt niet uit. Wat wij dan eventjes gaan doen, is de maispoter of maiszaaier eraan doen. Want sommige mensen zeggen dat het maiszaaien is. En sommige mensen zeggen dat het maispoten is. Ja, iedereen heeft natuurlijk zijn eigen bedoelingen. Maar tegen mij is altijd gezegd dat het maispoten is. Dus nou ja, ik zal wel vaker maispoter zeggen. Dan pakken we de maispoter slash zaaien. Pakken wij, als het goed is hebben wij die. Als moeten we die eventjes kopen. Dan doen we dat wel met de Q-pack. Dan gebruiken we die gewoon. Dan moeten we maar opnieuw kopen. Dan kunnen we daar tenminste iets mee doen. Maar ik weet niet hoe ver. Oh, de deur is klaar hier. Hebben wij maiszaaien? Volgens mij wel. Ook van de Q-pack. Ja, zie je wel? Die hebben we al. Dus dat scheelt ook alweer. Maar waar ligt die? Die moeten we eerst weer vinden. Niet hier. Dat is ook allemaal mooi plat gereden.
Dat is de cultivator. Daar is de zaadtank die ik niet moet vergeten. En dan moeten we de mais zaaien zelf nog vinden. Volgens mij zit die daar om het hoekje. Daar ligt hij al. En je ziet dat de koeien ook bijna geen krachtvoer meer hebben. Maar dat kan ook wel, want we hebben nog geen silagebalen. Maar dat gaan we ook niet doen, want we gaan natuurlijk binnenkort mais hakselen. En dan gaan we het hakselen en dan pleuren we het gewoon hier in de silo. En dan kunnen we daar binnenkort mee aan de gang. Kijk, we hebben zaad. Zo. De boompjes hebben we natuurlijk de vorige keer ook opgeruimd. Even kijken, dan moeten wij nog eventjes dit stukje doen, maar dat kan wel. En dan zetten we hem straks op helpen. Rennen we eventjes heel gauw rennen wij naar de trekker. Maaap. Kijk, zo snel kan niemand rennen, hè? Alleen ik kan dat. En mocht je willen weten hoe die heet, dat is namelijk de Speed Player mod. Die staat in de modhub. Dan kunnen we alle velden wat we bezitten, kunnen we daar inzaaien met mais. En dan kunnen we binnenkort een grote maissilage harvest dinges doen. Nou, ik maak dit wel eventjes af, jongens. En dan zetten we zometeen de Klaas aan het werk met hulp van Koersplay. Die kan er mooi inzaaien. En hebben we nou ook een mais mee gemaakt. Dat is het cultiveren is klaar, dus dat betekent dat we nu de klaas kunnen aanzetten om te zaaien. En dat gaan we ook doen. Even kijken, dit is veld 1. Veld 1, ja. De starthoek, dat is in het... Ja, wat is het eigenlijk in het... Als je hier kijkt, hè, je start in het zuidoosten van de map. Zuidoost en je gaat richting het westen. Maar even breken, kijk, zoals je ziet, klopt dat nou? De buitenrand moet hij ook 1 keer doen. Of 2 keer, laten we hem 2 keer doen. En dan headland after field course. Headland... Nee, gewoon zo eromheen. Als het goed is, moet hij het dan gaan doen. Wacht eventjes. Waarom klapt hij nou in? 15 meter breed. Maar waarom klapt hij nou in? Wat gaat hij doen? Gaat hij zichzelf eerst repositioneren? Oh nee, ik weet al wat er aan de hand is. Wacht. Ik heb hem te dicht bij het startpunt heb ik hem gezet. Waardoor hij dus heel de rondjes gaat rijden. Maar waarom klapt hij nou in? Wat is dat voor onzin? Anders zet ik gewoon op helpen hoor. Hé? Ik snap er helemaal niks van. Want nu gaat hij alleen maar rondjes rijden, als ik het goed heb. Omdat hij te dicht bij het startpunt is, gaat hij alleen maar rondjes rijden. Zie je dat?
Ik weet niet waarom die dat doet, maar dat doet hij nou eenmaal. Ik snap er helemaal niks van. Wacht, anders ga ik hem eerst zelf even eventjes uitplanten, zo. Nou ja, dan zetten we hem op helpen. Wat ik nou even verkeerd doe, weet ik ook niet. Die hoef je niet omlaag te doen, ding. Nou ja, goed. In ieder geval, die is bezig. Dan kunnen we deze ook terugbrengen. Spuiten we ook eventjes schoon. En dan gaan we eventjes kijken of we nog iets met de dieren kunnen doen. Wat we ook eventjes kunnen doen, is eventjes kijken naar veld 3. Volgens mij is die, moet die ook ingezaaid worden. Als ik het goed heb. En dan gaan we eventjes kijken. Of veld 29, die moet namelijk ook gecultiveerd worden. Als we gewoon elk veld wat we bezitten, als we die gewoon met mais in gaan poorten. Ja, dit veld is leeg. En veld 29 moet ook, dus dan kan het dus, die kan ook wel lekker bezig zijn. Nee, veldwerk moet hij hebben. Veldwerk. Kijk of deze het wel doet. Wacht, misschien komt het omdat de headlands niet helemaal kloppen. Dat zou kunnen. Dat hij daarom niet deed. Nou ja, goed. Oké, dit is veld 29. Oh, nee. Bekijk. En we starten in het zuiden. In het zuidwest. En we gaan richting het noorden. Anders doen we de buitenrand niet. Ja, dan begint hij daar. Als het goed is. Kijk wat hij nou gaat doen. Ja, deze, die doet het wel. Zie je dat? Want hij volgt, zover ik nou weet, volgt hij gewoon de lijn. Tenminste, dat dacht ik. Wat gaan ze nou heel de tijd doen dan? Wat doe ik verkeerd? Bij de anderen werkt dat wel. Ik heb altijd een probleem met pushplay. Oké, wat hij gaat doen hoor. Ik denk dat hij nou de lijn gaat volgen die hij heeft gezien. Ik denk dat hij nou gewoon de lijn volgt, dat hij zich eerst eventjes moest positioneren. En als het goed is, gaat hij nou zo met een bochtje om, maar anders knalt hij het in het hek aan. Ik zie wel. Nou ja, goed. Dat maak ik zelf wel eventjes weer, dan gebruik ik koersplay maar niet. Maar waarom dat niet werkt, weet ik ook niet. Volgens mij doe ik gewoon alles goed. Ja, of die te gaan ook. Het ziet er heel dom uit dat ik dwars door het hek in ga, maar dit doe ik hem extra. We zetten hem gewoon op helpen, ja. Het is niet anders. Als koersplein niet werkt, hebben we de helpen nog altijd. Want die bosjes die moeten ook weg. Want dat heb ik ook in Sunny Bay gedaan in een livestream op Twitch. Want die bosjes die zijn echt vervelend. Want daar knalt ze heel de ding aan en dan zitten ze gewoon hartstikke vast. Dan kunnen ze nooit meer te pakken krijgen. Dus moeten we even kijken of we misschien binnenkort dat bosje weg kunnen halen. En die bomen hier. Maar dat is echt een nachtmerrie. Hier, redden we hem met. Dan ga ik even kijken of we dit weg kunnen halen. Als het goed is, verdwijnt het namelijk door de grond hier. Kijk, zie je dat? Dat was ook in Sunny Bay soort geval. Want het hele bosje verdwijnt nou hup, gewoon in de grond. Zoals je ziet, dan zijn we er gewoon vanaf. Hè. Dat is fijn.
Kijk nou. We moeten proberen zo diep mogelijk te doen. Die is weg. Ja, dit kunnen we niet weghalen. Ja, dan hebben we in ieder geval die bastjes, die zijn daar gewoon weg en dan kunnen ze daar niet meer in vastzitten namelijk. Geen idee wat hij nou aan het zagen is, maar het zal wel. Hier zit ook nog een tak. Maar ik kan het alleen niet zien. Deze kunnen we wel weghalen, denk ik. Hij heeft nou een stuk te pakken. Geen idee wat het is. Maar we gaan het wel gewoon zagen en dan zien we wel wat er gebeurt. Kijk, maar zoals je ziet is dat bosje nou gewoon weg. En dat is gewoon heerlijk. Zodat hij er niet meer in vast gaat zitten. Oké, deze is wel eventjes bezig. De Klaas is wel eventjes bezig. Even kijken hoe het bij de bijen is. En ik moet eventjes mijn neus snuiten trouwens. Sorry voor de ongemak. Ik ben namelijk een beetje verkouden. Geen idee hoe dat komt, maar... Zo. Even kijken bij de bijen en dan denk ik dat het wel grotendeels mooi is geweest voor vandaag. Dan kunnen we deze jongens gewoon aan het werk zetten. En dan gaan we binnenkort met de staaien gaan wij alles bemesten. Kijk, deze is ook klaar. Hartstikke mooi. Pleur die daarin. Kijk, en is de honing ook bijna klaar. En dan kunnen we dus gewoon die kant op rijden. En dan moeten we dan ook melk naartoe brengen. Dus daar moeten we een extra wagen voor hebben. Maar we hebben 7000 melk, dus daar hebben we niet zoveel aan. Maar ja, als het goed is, moet alles nou werken zoals het hoort. Dus jongens, ik wil jullie allemaal ontzettend bedanken voor het kijken naar deze aflevering van Farming Simulator 17 Ringelbach. Mocht je dit natuurlijk een leuke video hebben gevonden, vergeet natuurlijk even die like erop te knallen. Mocht je dat nog niet hebben gedaan. Ben je nog niet geabonneerd? Doe dan ook zeker eventjes. Het helpt me enorm mee. Dan zeg ik voor nu, bedankt voor het kijken, bedankt voor het liken. En tot de volgende keer. Kalm!